De hardwerkende Nederlander is boos op de luie Italiaan. Die profiteert van onze belastingcenten, gaat op zijn 50ste met pensioen, laat zich aan Barolo en vreet zich vol met pizza. Althans, dat is het beeld van veel Nederlanders. Ze zijn niet alleen boos op de Italianen, maar ook op de Europese Unie en op de euro. En natuurlijk op onze premier. 100 miljard van ons belastinggeld heeft de premier deze zomer weggegeven. Er staat in het regeerakkoord, we gaan geen gezamenlijke schulden aan. De minister-president komt thuis met gezamenlijke schulden. Want wat is er gebeurd? Corona heeft landen als Italië en Spanje hard geraakt. En om hun economie te stimuleren is extra geld nodig. Toen ze nog hun eigen munt hadden, konden ze eenvoudig de geldpers aanzetten. Maar sinds de invoering van de euro is dat niet meer mogelijk. En omdat Zuid-Europese landen al een hoge staatsschuld hebben, is geld lenen voor hen duurder dan voor Nederland. Om de getroffen landen tegemoet te komen, is op 21 juli een akkoord gesloten over een herstelfonds van 750 miljard euro. Dat bedrag lenen de eurolanden samen, want dat is goedkoper. Maar het gezamenlijk aangaan van schulden ligt extreem gevoelig. En de regering doet nogal vaag over wat het precies inhoudt. Er wordt 750 miljard geleend op de kapitaalmarkt. Is dat een vorm van schuldmutualisering of niet? Nee, dat is het niet. Maar dat is het eigenlijk wel. De premier vertelt dus niet de hele waarheid en hij is niet de enige. Hoe kunt u nou verwachten dat Nederlanders u en de VVD nog vertrouwen? Als u zegt ik wil geen giften en u geeft ongeveer onze halve schatkist geeft u aan Zuid-Europa. Maar ook dat is flauwekul. Wil je weten hoeveel geld er echt naar Italië gaat en hoeveel dat Nederland kost? Op Follow the Money zetten we de cijfers op een rijtje.